En we leven op 14 mei. Mijn pleegbroer had vandaag ook jarig kunnen zijn, maar helaas. Ook hij leeft niet meer. Hij is ook al, hij was al eerder overleden dan mijn mannetje. Staartje, die gaat maar heen en weer. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is al laat. Het is 14:29, dus bijna 2:30. En we leven op 14 mei. Mijn pleegbroer had vandaag ook jarig kunnen zijn, maar helaas. Ook hij leeft niet meer. Hij is ook al, hij was al eerder overleden dan mijn mannetje. Misschien moet ik even denken, mijn moedertje is 2010 heen gegaan. Hij was 2012. Ja. En dat, ja, op de datum dat toen op deze tijd, ik weet niet hoe het allemaal heet, maar daar in Amerika zijn er voor een aantal x jaren geleden die torens in elkaar gevlogen. Vliegtuigen, bewust, hè, is dat gegaan. Maar op diezelfde datum is hij toen ook weer gegaan. Dat was, meen ik, 11 september. Ja, nou, in ieder geval die datum is hij dan op 2012. Wel een aantal jaren weer later dus. Maar oké, het is allemaal niet leuk natuurlijk. Ik hoop dat hij daar een mooi feestje mag hebben met z'n allen. Ja, dat gun ik hem wel. Ik ga zo meteen met de Rijk alweer even lopen. Ik heb knallende hoofdpijn. Ik ben wel opgemaakt, ja. Zolang ik opgemaakt ben, gaat het allemaal goed. Ja toch? Ja. Maar in ieder geval, ik wil jullie wel even mededelen dat ik daarom ook zo laat ben. En dan rijd ik weer als gewoonlijk voor het raam. Daarom zit er weer eentje water te scheppen en daar komt er eentje aangelopen. Dus ze zijn allemaal binnen, maar ik denk dat die rode daar wel straks mee gaat te wandelen. Dat vermoed ik wel. En verkeerd zo. Kabelen, maar ja, kan al langs. Dus ja, ik ga straks, moet ik ook nog wat opzoeken, want mijn medicijnen zijn hem ook gebracht. Ja, ben ik eruit gegaan hoor. En daar zit een briefje bij, dat heb ik nog nooit eerder gehad. Dat is om je gegevens weer bij te werken met de apotheek. Maar dan moet ik naar de apotheek toe op internet. Alles staat op de kaart, dus ik moet het even nagaan straks. Dus dat is wel wat ik even iets ga doen moet. Voor de rest, ja, morgen komt Rebecca weer, maar dat is morgen pas. En die komt later, want die heeft eerst de kinderen, die moet ze eerst wegbrengen. En dan daarna komt ze pas bij mij. Want die heeft ze het weekend heeft ze die te uitlogeren. Nou ja, het is de andere uur even vrij. Ook altijd wel lekker. Nou zeg, potverdikkie. Even begin dikker te worden. Ja, ze is niet meer zo ieltjes. Ze heeft een dikkere buikje gekregen, daar ben ik blij om. Dus ja, lieve vrienden, dat ga je dus bijvoeren met van die ielkatjes. Altijd bij blijven voeren. En ze is dus ook al oud. Ja, ze wordt in augustus alweer 15. Dus reken maar uit. Hoeveel levens dat voor een poezenbeestje is. Dat weet ik wel mogelijk hoor. Een jaar is meen ik 7 jaar. Nou, reken maar. Dan is ze dus oud, hè. En ze is in het hospitaal. Ja, ze is niet ziek. Ja, ze is een beetje verkouden, maar dat is al. Ik ben er allemaal wel eens. Ja, je krijgt vandaag of morgen een haal, Rijka. Ja, je krijgt vandaag of morgen een haal. Ze zit mooi onder de tafel, op deze stoel. En dan wil zij spelen, maar dat kan niet. Nee, ze wil niet. En dus, boefje,
Maar oké, okay, lieve vrienden, ik weet dat ze niet. Omdat ik zo zwaar, echt vreselijk zware hoofdpijn, ik hoop dat het morgen wat beter is, kan ik ook weer wat meer doen voor jullie. Ja, ik moet trouwens ook nog kaart op de post doen. Ja, moet ik ook nog doen. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ervan. En ja, doe je ding waar je vrolijk van wordt. Ga ik ook doen. Ik ga zo meteen Rijk uitlaten. Dan word ik ook vrolijk van. En komt, ja, het zal wel nog koud wezen. Het zou wel weer oplopen, de temperaturen. Maar oké. Okay. Zien we straks wel. Doe toch mijn winterjas aan. Echt wel. Maar oké, okay, ik zou zeggen, we spreken elkaar straks gewoon weer. Ja, toch? Ja, simpel. En ik ga af de booster naar de stad toe. Dan neem ik Rijka ook weer even. Ja, ze gaat twee keer mee. Lekker peu. Hé? Ja. Precies, lief. Nou, oké, okay, lieve vrienden. Tot later. Hallo, lieve vrienden. Het is vandaag alweer een vrijdag. En we leven op de 15e mei. En het is precies 14:14. Dus 14 minuten over 2, oftewel bijna kwart over. Rijka die wilde weer uit en die staat nou voor jou voor de raam omdat ze allerlei mensen ziet lopen en rijden en doen. En dat vindt ze niet zo fijn. Ik zag weer Paul voor mijn deur. De staartje gaat wel heen en weer, dus het is een bekend iemand die ze ziet. Ja, de buurman, uiteraard. De staartje die gaat maar heen en weer. Oh jee. Maar oké, okay, lieve vrienden, hoop blijf staan. En Rebecca die komt vanmiddag uiteraard. En ik weet niet hoe de dag verlopen zal. Ik durf er niks van te zeggen. Alleen dat ik nu dus met Rijken ga lopen. En ik moet ook weer filmpjes in elkaar renderen. Ik heb van vandaag. Nou ja, over een kwartier komt er weer een film online, hoor. Jullie kunnen weer gaan kijken. Ja. Als jullie het belletje aan hebben, horen jullie wel weer. Maar er staat weer het een en het ander op. Dus jullie hebben weer wat te zien en te beleven en te beluisteren. En ik hoop dat het jullie natuurlijk weer leuk zullen vinden. Ja. En ik zal vandaag weer eventjes filmpjes in mappen doen en weer renderen, et cetera. En dan komt het allemaal vanzelf wel weer goed. En dan hoop ik dat het ook goed blijft gaan. Maar ja, iedereen heeft wel eens van die dagen dat ze niet vooruit te branden zijn. En daar kan ik ook niet zo doen. Ja, ik ben een van de velen die dat wel eens hebben. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja. Oké, okay, ik ga nu Rijk uitlaten. Carlo, die zit ook buiten, die wil naar binnen, maar die blijft mooi buiten. Het loopt toch straks wel weer mee, denk ik. Dus ja, komt ook allemaal wel weer goed. Altijd gezellig dat je even meeloopt. Morgen neem ik jullie ook mee. Dan gaan we naar de kapper. Ja. En ja, jullie zien het, hoe lang het nou is. Nee, te lang. Hè? Echt te lang voor mij. Ik was het heel goed kort knippen. Leuk kap van modern en dat wordt weer bijgekleurd, die neem ik ook mee. Dus ja, dat komt het allemaal wel weer goed, toch? Ja, een lekker vlot koppie wil ik hebben, modern en dan goed kort, ja. Stel je voor dat we weer die virus weer de kop opsteekt, die corona. Nou, dat wil je toch niet hebben, maar stel dat het weer de kop opsteekt, dat het weer heel heftig gaat worden. Dan wil ik het toch niet van het lange haar krijgen in die tijd. Want dan wordt alles weer op slot gegooid. En dan zullen we wel een algemene lockdown krijgen. Nou ja, wij moeten met hondje eruit. Dus ja, kan ik er ook niks aan doen? Nee. En het hondje die hier vraagt weer. Dus ik, lieve mensen, ik stop ermee en ik ga eruit laten. Ik zeg tot straks, oké? Okay? Doei, doei. Ja, hallo lieve vrienden. Rebecca die is alweer naar huis, wil ik niet zeggen. Ze moest nog boodschappen doen en ze moest nog dit doen en ze moest nog dat doen voordat ze naar huis kon. En dan moest ze nog naar de paard toe, dan moest ze nog eten koken. Ja, dus ook nog een druk eind van haar middag. Ja,
Maar oké, okay, maakt niet uit. Het is allemaal hier weer spik en span. Ja, dus ze is toch lekker verdwijld. Al valt dat wel niet te zien aan de vlekken die kapot zijn. Maar ja, daar kan je ook niks aan doen. Maar mijn vloer is wel weer schoon. En daar ben ik wel weer blij mee. Ja, dat het stuk is, kan ik ook niks aan doen. Ik heb er geen geld voor om dat te vervangen. En ik heb ook geen hulp die mij daarmee kunnen helpen. Want ja, dan zal mijn kamer toch leeg moeten. En dan zal die hele vloer gedaan moeten worden. En gemaakt moeten worden. Het moet geëgaliseerd worden. Nou, dat moet de gemeente in principe doen. Of er moet een ondervloertje eronder en daar dan eroverheen doen. Maar ja, dat heb ik niet. Nee. Dat gaat zelfs niet voor je vakantiegeld lukken. Ook dat niet. Nee, want ik heb mijn vakantiegeld ergens anders voor nodig. Omdat Rijka moet geopereerd worden. Ja. Dat moet geopereerd worden in juli, geloof ik. Ja. Maar oké, dat is nog latere zorg. Maar in ieder geval, ik ben ook voor jullie nou weer bezig. Weer met een filmpje bezig om praat te zetten. Dan hoop ik dat gaat lukken allemaal. Ik ben nu al met geluid bezig, dus komt wel goed. En als deze klaar is, dan probeer ik er nog eentje te doen. Ja, en dan kan die weer in de map ook naar YouTube toe. Ja, er staat al een heel rijtje in de wacht, dus ja. Komt allemaal weer goed. Vandaag is er dus, wat ik van vandaag al eerder zei, eentje weer online gekomen om 14:30. Die is, dacht ik, ook al gezien. En ik geloof door mijn... hij zegt super oma tegen mij. Ja, althans, allebei. En dat is Anthony en Angela Walhout. Walhout, ja, ik vergeet het zo uit mijn hoofd niet. Maar ik hoef de achternaam ook niet te weten. Het zijn de voornamen die ik moet weten. En dat zijn hele lieve kinderen. Waar ik heel veel van hou. En ook van hun moeder hou ik heel veel, Leni. En ja, bij deze lieverd, ik hou ontzettend veel van jullie. En dat weet je. En je hoeft maar een kick te geven en ik probeer jullie bij te staan met raad en daad. En ik probeer je ook al mee te helpen met mijn gaven en met mijn weten wat ik door de loop der jaren heb moeten leren ook. Ja, twee weten er meer dan één, zeg ik altijd maar. En het komt allemaal ook wel weer goed bij jullie. Ja, echt waar. Dus ik hou ontzettend veel van jullie. Ja. En geef de dieren een knuffeltje van mij. Ja. En niet alleen een droog biscuitje geven, maar haal ook even een bonk bij de slager in. Ja, is goed voor ze. Het zijn grote honden. En dan is het een klein hondje, een lekkere bonk bij de slager vandaan, moet je zien. Oh, dan zijn ze de hemel te rijk, joh. En even bij een dieren speciaal zaak een paar konijnenoren halen. Of wat ook lekker is voor ze. Ik zal even laten zien. Konijnenpootjes. Even denken waar je het ook weer hebt. En dan zal je dat even zien. Dat weet ik het wel eens niet. Nee, net zoals ik zeg, ik weet het niet. Ik moet erbij staan en mijn stoplicht daar. Dan maar zo. Even koekeloeren. Nou ja, dan raak ik zo meteen wel weer op. Ik heb het al gevonden. Ja. Ik zal er even eentje voor je eruit halen, kan je het zien daar. Ja, daar heb ik geen foto van gemaakt, doen we toch op deze manier? Ja. Draag deze toch aan jullie af? Ja. Kijk, konijnenpootjes. Nou, dat vinden ze heerlijk. Rijka, kom eens kijken. Kom eens kijken, meisje. Kom eens. Kom dan. Kom dan. Kom dan! Moet er naartoe? Oh. Nou, dan gaan we toch naar je toe. Komt het konijnenpootje naar jou toe? Oei, oei, oei. Komt het konijnenpootje naar jou toe? Oeh.
En je was jij aan het wassen, hè? Maar ze is er wel gek op, hoor. Ja. Ik heb er al een tijdje niks gehad. Even uitrekken. En ze is moe ook. Dus het kan best wezen dat ze nou niks wil. Ja, ze doet het. Maar dat is ook lekker voor ze. Ja, dat is hartstikke lekker. Gewoon bij een dierenspeciaalzaak kan je dat allemaal halen. Leni heeft ook foto's van mij gekregen, dus ja, dat kan ze jou laten zien. En wees lief voor elkaar. Ja, wees gewoon lief voor elkaar. En niet haat en nij. Net voor nodig. Nee. Zo. Gewoon lief zijn voor je dieren. Lief zijn voor een ander. Gewoon lief zijn in het algemeen. Ja. Zo. Nou, dan gaan we dit weer even op. En er even vervallen. Ook dat nog. Nou. Dat is mijn magneetschaar. Die kennen jullie wel. Die heb ik van Jack nog gehad. En als je dat niet weet, nou. Ja, kom op. Wat een dikkie. Zo, dan gaan we dat er gewoon weer op. Zo, het hangt alweer. Ja, toch? Ik heb ook in die tussentijd koffie gemaakt. Ik ga even mijn handen wassen, want ik heb dat gepakt en dat stinkt natuurlijk. Dat meest stinkt. Valt wel mee, hoor. Hoe ze dat klaarmaken, die konijnenpoten, weet ik ook niet, maar het blijft, ik weet niet hoe lang goed. Die konijnenoren, idem dito, en dat andere, dat schoentje en die hoepel die ik heb doorgestuurd op die foto's, Leni. Komt allemaal, dat is allemaal hetzelfde spul. En ze zit nou dus te kauwen, hè, zoals ik al zei. Ja. Ze is er lekker mee bezig. Nou, dat gun je je dier toch. Heb je dier plezier, heb jij ook plezier. Geef jij je dier liefde, krijg jij liefde terug van je dier. Zo zit het dier in elkaar. Ja, en alleen nog een theebiscuitje helpt niet, hoor. Nee, dat is... Frodo kreeg het ook wel, zij af en toe ook wel. Weet je wat zo lust? Ik moet het niet, maar ik had het bij toeval in huis. Door te goed of te koop, weet ik veel, waardoor was. Maar in ieder geval ontbijtkoek. Dat is mijn te droog. Dat kun je op brood eten. Nou, dat had ik vroeger dus wel en ik lust het ook wel. Maar ik krijg het niet weg, omdat het zo droog is. En dan moet je de boter onder doen, maar ik lust geen boter. Dus ja, zij eten van. Nou, lekker toch? Laat hem lekker smikkelen. Af en toe plak je dat in stukjes en ze eten het op, klaar. Ja hoor, heerlijk beestje en dat lusten jouw honden net zo goed. En macaroni koken, kipfilet koken en dat lekker door elkaar heen en laat ze maar eten. Ja, of rijst, dat is ook goed voor ze. Ja, en met groenten erdoor is helemaal niet erg, want als je blikvoer koopt, dan zit er ook wel eens van die schelpjes macaroni of die lange staafjes macaroni zitten dan doorheen en ook groenten. Dus ja, of je het nou zelf klaar maakt, jongens, of je koopt het in de winkel. Maakt toch niet uit? Nee. Ja, meisje lief, dat is Eeuwen en die kennen jullie ook wel. Ja. Maar oké, lieverds en overige lieve vrienden. Hè, de familie Speelman uit Zeeland. Ik hou van jullie en vooral ook natuurlijk mijn kindertjes. Ja, mijn super kleinkinderen, mijn super dochter. En, ja, ik ben super oma, dus jullie zijn super. Ook super, ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie heel, heel veel plezier in alles wat jullie doen gaan. Wees lief voor elkaar, hou van elkaar, geef elkaar een knuffel. Jullie mogen dat nog doen, ik mag dat niet doen. Zouden jullie hier komen, 1,5 meter afstand en ja, helaas, het is momenteel niet anders. Ja, kan je niks aan doen. Ik hoop dat het ooit weer goed mag komen en dat we elkaar weer
Oh, in overvloed mogen knuffelen. Ja. Maar nu, ik zeg, aju paraplu en we spreken elkaar sowieso ook wel weer op Facebook. En ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!